Gericht is, mm -hmm. waarvan je dus ook niet weet of hij meedoet, is ook moeilijk peilen. Want ja. mensen gaan het toch wel anders invullen, want je krijgt dan twee vragen. Je krijgt een eerste vraag als er nu verkiezingen zijn, op wie stemt u dan? En je mm -hmm. krijgt dan een andere vraag als omzicht meedoet. En dat beïnvloedt mensen toch. Dus ja. er zal iets van een overschatting in zitten, maar uh, je kan je wel voorstellen dat als deze man meedoet, laten deze cijfers wel zien, dan zal, hij, ja, dan zal hij wel behoorlijk wat zetels binnenhalen. Wat ja. hoor je achter de schermen? Gaat hij het doen of niet? Uh, nou, we hebben natuurlijk nou contact, want ik, ik maak ook nog de talkshow op... En, en hier het programma, dus we willen natuurlijk graag dat zich dat bij ons bekend komt maken. Dus wat ga je dan doen? Dan klim je in de telefoon, dan ga je rondom de mensen om zich bellen van hey hallo, gaat hij het doen en wil je dan meteen een groot interview geven? En uh, daarover wordt gezegd dat er pas eind deze maand uh, daar meer duidelijkheid over komt en dat hij echt nu op vakantie is. Um, dat is wat we nu weten en verder weten we dus helemaal niks. Er gaan allerlei hele wilde geruchten in Den Haag dat er mensen zijn die hem proberen over te halen om het wel te doen. Er zijn ook weer mensen die hem proberen over te halen om het niet te doen. Oh. Welke kant dat opgaat, we hebben geen idee. We hebben geen idee. M meneer Kamp, wat denkt u? Zou hij er goed aan doen om, om mee te doen met zijn eigen partij? Ik denk dat omzicht twee kanten heeft. De ene kant die wordt veel naar voren gebracht, al, al een hele lange tijd. Een degelijk Kamerlid, deskundig. Hij is ook vasthoudend. Hij is ontzettend hardwerkend. Uh, en ik vind ook dat hij een impact heeft op dit moment vergelijkbaar met, met wat Pim Fortuyn destijds had. Dus dat is allemaal positief. Maar minder positief is dat hij vind ik, altijd is blijven steken in het becommentariëren uh, en het uh, kritisch benaderen. Hij stelt vragen, krijgt die antwoorden, stelt die vervolgvragen. Vervolgens wil hij tijdlijnen hebben en hij blijft daar altijd maar in steken. Verantwoordelijkheid heeft hij nooit genomen zelf. Hij had in de kabinet kunnen gaan zitten, heeft hij niet gedaan. Als je nu 46 zetels haalt, ja, dat daar kan ik helemaal niet over denken. Maar zelfs als hij de helft haalt, 23, dan wordt hij echt een, een factor van belang. En dan, zou hij dus, Zeker. dan kan hij moeilijk nog uh, weglopen voor de verantwoordelijkheid om deel te nemen aan een kabinet. Ja, bovendien u denkt moet dan moet hij, hij meeregeren. Ja, bovendien moet hij dan ook een, een, een partij leiden. Hij is toch degene die die partij moet organiseren. En hij is politieke leider. En dat allemaal voor iemand die door zijn werk, wat hij gewoon in de fractie deed. Al, al een burn-out kreeg en uh, overspannen raakte en daar de hele tijd mee kampt. Ik denk dat de, de belasting voor hem heel erg groot is. En ik, uh, ik zelf kan me moeilijk voorstellen dat hij daaraan begint. Julia Wouters, denk je dat hij kwetsbaar is inderdaad? Wat dat betreft? Zeker, omdat um, hij is één mens die dan 46 zetels geeft. Um, er zit nog geen organisatie achter, die is hij aan het opbouwen. Het is een super risico omdat weet je, je moet het of à la Wilders doen, dat er ook de partij, dat ben ik, en iedereen ja. zegt alleen maar wat ik wil, wat ik vind, en ik ga elke smoes uh, aangrijpen om niet hoeven te regeren die ik maar kan hebben, want het afbreukrisico is natuurlijk enorm. En ik denk dat uh, omzicht is een ontzettend intelligente man, die weet ook zijn eigen beperkingen. Dus hij heeft ook gezegd ik ben volksvertegenwoordiger en ik wil de macht controleren. Hij dat wil is niet waar... eens premier worden, we. Nee, worden. maar hij wil ook geen minister worden. Hij wil vanuit nee. de Kamer de macht controleren. En dat is inderdaad fijn. Kijk, hij, hij was fantastisch de, een van de meest vocale Kamerleden... die uh, fraude uh, onmogelijk wilde maken. Ja, een uh, belangrijke rol gespeeld in de toeslagenaffaire. Ja, maar daar heeft hij wel zijn... Zeg maar, wat hij zelf vroeg vanuit de Kamer, heeft hij daarna weer bekritiseerd. Want het was natuurlijk de, ook dat fraude onmogelijk gemaakt werd had natuurlijk ook te maken met die roep uit de kamer waar hij een van de meest vocale kamerleden is en dat is een, een beetje ook wat Henk kamp zegt hè. Uit, uit de kamer mag je gewoon echt zeggen van het regent te veel ik wil droog weer het is te droog ik wil regen dat mag vanuit de kamer maar als je zo groot wordt dan is dat ja dan moet je gewoon wel ook gaan zeggen oké okay, wat gaan we doen aan dat het soms droog is en soms regent ja um, en en daar ligt niet zijn kracht